Ik zit de video te editen en ik kom erachter dat ik eigenlijk helemaal niet echt een soort opening heb gedaan of zo. Maar jullie gaan kijken naar een video van 2 dagen is weg met Wik. Een nachtje weg. Samen met Donner van Miranda en met Miranda uiteraard. En we gaan allemaal leuke dingen doen. De eerste keren voor hun. En, dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Dus let's go naar de video. Doet hij nou? Nou, we zijn er dus. Jullie hebben net ook al gezien dat ze lekker in de wei renden. Maar wat we niet hebben gezien is dat deze jongens lekker is gaan liggen. Lekker heeft gerold. Stiekem is de varken. De andere kant ook. En Dondertje is schoon. Is dat goed dan? Ja, hij moest net door de modder, maar... Nog een soort van Miranda heeft hem nog een soort van gered. Ja, hij is ook nat, dus beter kan het bijna niet. Toen was ik al thuis, maar ik onderbreek eventjes in de vlog. Gisteren gingen een aantal dingen niet helemaal lekker. De buitenrit ging wel echt super goed. Die jongens hebben het super gedaan. Hij werd wel iets langer dan we eigenlijk wilden. Maar we hadden nog geen route gemaakt. Dus we gingen maar kijken hoe ver we kwamen. Wel met Equilab aan. Dus we wisten wel ongeveer waar we heen moesten en hoe we terug moesten. Maar uiteindelijk is het bijna 15 kilometer geworden. We wilden eigenlijk een kleine 10. Maar de jongens deden het wel echt super goed. Aan het einde zag je alleen wel dat ze het wat moeilijker... Vooral Wik merkte je wel een beetje dat hij moe werd. En daarna gingen we bij de Domino's pizza halen. En toen wilden we naar onze bed and breakfast. Dus ik typte de coördinaten in die we hadden gekregen. En toen was het nog een uur rijden. Wat blijkt, wat wij eigenlijk niet wisten. Wat ik ook niet, Miranda had geboekt, maar
We hadden niet even gekeken hoeveel afstand het van elkaar was. Er zijn twee Hengelo's. Zeg maar de grote Hengelo en de kleine Hengelo. En de kleine Hengelo in Gelderland, daar waren wij. En ons bed and breakfast was in grote Hengelo. Dus die konden we gelukkig nog annuleren voor de helft van de prijs. En toen zijn we in een Fletcher Hotel gegaan. En hebben we daar de laatste half uur van voetbal kunnen kijken. Onderweg hadden we onze pizza opgegeten in de auto. Dus het is allemaal goed gekomen. De paardjes hadden het wel lekker op een plekje. Die waren zeg maar bij de Magnolia Ranch gewoon op het weiland. En 's ochtends toen zijn we weggegaan uit Fletcher Hotel. Toen gingen we weer terug naar het weiland. De Magnolia Ranch waar de paarden waren. Waar ook die triltuin is. En toen lag Dondertje lekker te slapen. En Wik was ook een beetje aan het rondlopen in het weiland en het grasje aan het eten. En ze zagen er gewoon goed uit. En ze hadden ook geen last gehad van de ponies. En de ponies hadden ook geen last van het huwelijksfeest wat er was. Ja, een jubileum volgens mij. Ze hadden dat van tevoren gezegd, maar wij zeiden van ja, ze zijn harde muziek op zich wel gewend en het boeit ze niet zo. Maar gisteren, toen we terugkwamen van ons rit, toen waren ze al bezig en de muziek was helemaal niet zo hard. Dus dat ging hartstikke goed. Toen zijn wij lekker de triltuin ingegaan en daar gaan jullie niet de beelden van zien. Met een voice over, want dan kan ik wat dingen uitleggen over de oefeningen en wat er gebeurde. Oh, ik zag het, ja. Goed! Ja, dat doe je thuis ook altijd. En daarom gaan al die bakken stuk. Ja, wat doet hij nou met jouw bakkie? Nou, neem het voor je bakken op. Een sinds oude bak. Red hem. Ja, pak hem. Als eerst had je de tractorbanden en daar ging ik eerst even op oefenen. Wik vindt het heel leuk om thuis op de boomstammen te staan. Dus dit was ook geen probleem, alleen ik wilde dat hij er helemaal overheen ging. Dus zowel met voor als achter. Maar hij was ook vrij afgeleid, dus we waren ook vooral bezig op focus op mij en naar mij luisteren. Maar uiteindelijk ging dat echt super goed en liep hij er mooi netjes overheen. En toen ging ik kijken of hij ook met vier benen op de tractorband wilde. En dat ging super goed. Daarna gingen we een soort labyrint. Dus hij moest dan goed opletten waar hij liep. En hoe hij zijn lichaam draaide. En dit was de makkelijkere versie. En toen gingen we de moeilijkere versie doen. En dat ging eigenlijk ook best wel redelijk. Je had nu de boomstammen en dan had je wat minder ruimte om die draai te maken. Je ziet dat hij af en toe nog even over een andere boomstam heen ging. En af en toe wilde hij te hard doorlopen, maar hij moest echt gewoon even goed concentreren en zijn eigen lichaam voelen. Dus dat hij echt vier benen heeft, voor en achter. Maar hij, na een paar keer ging het echt super goed. En vooral deze laatste draai, die ging echt, echt goed. Dus hij was weer wat bewuster van zijn achterbenen. Toen gingen we, ze hadden een waterbak, maar hij vindt water natuurlijk best wel eng. Zoals jullie ook hebben gezien tijdens de buitenrit. Dus ik was wel blij dat hij gewoon alleen aan het water ging snuiven en toen zijn we ook gestopt. Toen hadden we nog een hoop met tractorbanden. Donder ging het eerst even voordoen. Toen gingen daar naar wij. En dat deed hij ook super goed. Hij houdt graag van doorlopen. Dus af en toe denk ik gewoon even ergens op stoppen. En dan een andere kant op. Dat hij weer even moet nadenken en zijn focus op mij kan krijgen. In plaats van dat hij overal nergens naartoe zit te kijken. En af en toe mocht hij natuurlijk ook wat gras eten als beloning. Dit waren ook nog zeg maar één tractorband en dan twee en dan weer één. En dan moest hij zo doorlopen. Alleen hier
werd hij afgeleid door iets. Ik weet niet waar hij naar zat te kijken. Toen vroeg ik of hij weer wilde komen en hij ging ook poepen. En toen stond hij op zijn eigen been en toen viel hij eraf. Dus dat gingen we even opnieuw doen samen. En toen deed hij dat wel heel goed. Toen had hij wat meer concentratie bij mij. Deze oefening was dat je erop moest en dan een rondje. We zaten alleen te twijfelen of Wick dat ook lukte omdat hij een grote lijf heeft. Maar ik dacht, we gaan het gewoon proberen en dan zien we het wel. Even kijken of hij wat meer bewust is van zijn eigen lichaam. En dat ging eigenlijk heel erg goed. Dus daar zijn we. Eén hebben we één keer gedaan en toen zijn we gestopt. Toen had je deze boomstammen liggen en Donner ging er echt super goed overheen in draf. En toen dacht ik, laat ik dat ook met Wick doen. Dus eerst in stap, maar Wick had niet zo heel veel zin erin. Dus ik dacht, nou ja, we gaan ook even in draf oefenen. Let's go. En toen bedacht Wick, ja, hier heb ik dus helemaal geen zin in. Doei baas. En Miranda was aan het filmen, dus die had Donner in één hand. Dus Donner die ging ook mee. Dus toen waren ze er vandoor. We hadden ze gelukkig aan het begin wel weer kunnen pakken. En toen moest Wick wel gewoon weer mee over die boomstammen. Want het is niet de bedoeling dat hij gaat wegrennen. Dat hebben we gewoon in stap gedaan. Draf had hij niet zoveel zin in. Werd hij te veel afgeleid door andere dingen. Maar in stap ging het goed. Daarna zijn we naar deze stenen gegaan. Daar moet ze ook dus bewustwording van hun, waar ze hun voeten zetten. Dat ging eigenlijk ook heel erg goed. Hier thuis hebben we ook een heuvel en daar komen ook allemaal stenen uit en zo. Dus dat zijn ze een beetje gewend hier. Dan had je nog een soort van doolhof tunnel. Daar wilde die heel graag snel doorheen. Maar hij moest van mij af en toe eventjes wachten. Want ik liep er ook nog en anders liep die door me heen. Hier zijn we ook meer aan het oefenen. Daarmee dat hij echt ook naar mij moet luisteren en moet wachten. Dit bleek een hele moeilijke te zijn die Miranda met haar paarden nog niet was gelukt. Maar Wick vindt het dus heel erg leuk om op dingen te staan. Dus we gingen even kijken of ons dit ging lukken met dat hij erop stond en dat we dan in één keer door konden lopen. En dat ging toen in één keer goed. Alleen ik ging bijna op het einde eraf, want ik wist even niet waar het einde was. Toen had je nog een wip. En daar is eigenlijk de bedoeling van om hem in evenwicht te krijgen. Maar dat is nog best wel moeilijk. Dus dat gingen we wat meer oefenen. En het ging op zich best wel goed. En Wick was ook wel meer bewust van zijn gewicht verplaatsen naar voor en achter. Dus twee keer hadden we dat hij een beetje in balans was. Echt heel kort. En dan weer naar voren. Maar het was een hele leuke oefening en stiekem wil ik ook zo'n wip thuis. Toen had je ook nog, een brug die ook nog bewoog. En ik was al benieuwd wat Wick daarvan vond. Donner die vond het wel prima. En Wick dus eigenlijk ook. Hij vond het helemaal niet boeiend dat hij zo bewoog. Dus dat ging super goed. En toen had hij best wel dorst. Dus ging hij toch nog uit de waterplas drinken. En daar ben ik heel blij mee. Het was heel erg leuk. En ze deden echt super goed hun best. En nu zijn we inmiddels thuis. Wicky staat weer lekker bij de rest. Ze hebben nog even een paar uurtjes op het weiland gestaan. Toen heb ik lekker binnen gechilled, gegeten. En ik heb ze net weer van de wei afgehaald. Het waren echt hele leuke twee dagen. En de jongens hebben het ook super goed gedaan. Ben ook echt trots op Wick. Voor de eerste keer ergens anders mennen en dan meteen een flinke buitenrit. Hij deed echt heel erg goed. En Dondertje ook. Donder is 2 jaar. En ja, die liep ook zo met de menwagen mee. En ook in die trailtuin deed hij het super goed. En Wick uiteraard ook. Dus ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doeg!